Ja, ja. Alsof we weer in de disco staan, hè, Leo. Lang geleden. Ja. Zo zat er zonder bij je. Straks door hier 228. Ook die gaat even naar een wachtgebied, een holding. Niet te verwarren met een bedrijf dat aandelen heeft, maar... Een licht gevoel van jaloezie overvalt. En wat u ook ziet, wegtaxi is de tiende hoog van de Red Arrows. De reservekist, die moet ook naar Engeland toe in geval van het reserve. Maar eerst is hier de Dornier 228 van de kustwacht. Het controleren van het verkeer op zee. En dat doen ze ook met dit soort manoeuvres. Aan de knuppel zit vandaag Ruud Huisman. Hij is een majoor van de luchtmacht. En Jeroen Hazes is koopt nu op zijn maximum snelheid een high-speed pass. Dit zit ook echt helemaal vol met spullen. Die maximum snelheid is ongeveer 350 km per uur. Hij zit helemaal vol met elektronica, maar alles is vastgelegd in hun hoeken. Dat gaat over veiligheid, dat gaat over het goed gebruiken van het materiaal. En dat gaat gewoon over efficiëntie. Dit is nu met een open deur, komt men voorbij. Dat is de deur waar men dingen uit kan gooien als het nodig is. Een bootje of andere dingen. Dat ziet u, een flinke deur die er open is. Er zit een rolluik op. Dan krijgt u weer een bocht van 360 graden. Laten we zeggen dat het MD-11 het object is dat hij in de gaten wil houden. Ja, het vliegtuig staat onder commando van het kustwachtcentrum. Alles die moderne traakvlugeltechnologie vlugel is wel mooi van vorm. Nee, ook een beetje in de richting van bijvoorbeeld de Spitfire, denk je, maar niet gewoon maar, wat noemen ze ook weer, een Mars. 280 graden is de richting van die baan. Dan zwaait Ruud Huisman en Jeroen Hazes en Martijn van Kolk en Heiko Brander zwaaien naar u met hun vliegtuig. Ik hoop dat u terug zwaait. Ze kunnen het zien. Dat is wat ze het leukste vinden. Want zij doen het voor u. Net zoals hun werk. Hij is ook verschrikkelijk druk. Daar moeten we aan vorig jaar denken. Toen liep het een beetje vast. Even gewoon een adviesje. Ga niet te laat weg. En als u ziet dat er veel mensen hebben de tijd, ga dan gewoon lekker. Blijf nog lekker hangen. Er is hier heel veel te kijken. We houden de zaak lang open. Dus doe ons een plezier. Maar ga niet te laat weg als u...